Nooit was het leven van de man simpel. Hij at vlees, dronk bier, keek enkel naar vrouwen en voetbal. Maar plots verloor hij zijn mannelijkheid. Hij begon zich in te smeren met dagcrème, kruidenthee te drinken, zijn ballen te scheren en zelfs zijn eigen hemden te strijken. Maar er is hoop. Twee echte mannen met maar één missie. De man terugzetten waar hij ooit stond. Dit is het Man Liberation Front. Goedenavond mannen, goedenavond en welkom bij het Man Liberation Front. Jongens, het gaat zeer goed met het MLF. Steeds meer mannen zetten een stap in de juiste richting en kiezen voor hun vrijheid. Ja, we beginnen onze invloed al duidelijk te zien op straat, op café. Echt, we worden al aangesproken. Telefonisch. Ja. Van de week belde zelf Johan Boskamp, door iedereen gekend. Johan, voetbaltrainer. Echt een echte vent eigenlijk. En hij sprak mij aan en zei... Ja. Hij moet zich gegeven dat wij... Ja, heel goed, jongen. Ja. Doei, ja, daar. Ja, als zo iemand iets zegt, dat doet echt deugd. Hè, ja. Ook goed geïmiteerd. Ja, bedankt. Ja, ik ken dat ook heel goed, hè. Imitaties. Doe eens. Nee. Jan, bij ons in Leuven... Wie is dat? Allee, Jan. Nee? Ik ben dus de burgemeester van tabak. Leuven. Hè. Is dat tabak? Ja. Ja, heel goed. Goed, hè? Ja, heel goed. Ja. Zeer goed. Het MLF wint terrein, want steeds meer mannen worden terug man en terecht. Ja, maar pas op, Jan, er zijn toch nog mannen bij ons in Leuven. Ik zou dat echt niet doen. Ik zou het echt niet doen. Er zijn toch nog mannen die dat nog altijd... Filip, ik zou het echt niet doen, zo. Dat is mijn gewone stem. Oh, sorry. Sorry, ik had dat. Er zijn toch nog altijd mannen die het niet snappen. Er zijn nog altijd mannen die stiekem thuis een afwasje doen of een strijksje. Ja. Ja, dat is gevaarlijk. Dat is een bijkomend probleem voor het MLF, want als die diehards, die hardnekkige nieuwe mannen ondergronds gaan, dan kunnen we ze niet meer bereiken. Ja. Maar het MLF zou het MLF niet zijn als we daar geen oplossing voor hebben. MLF, most wanted. Dit is het huis van Mark Verreken. Mark staat al een hele tijd geseind als potentiële nieuwe man. Vandaag hebben we hem op heterdaad betrapt. We hebben de gsm en de computer van zijn vrouw gekraakt om hem zo naar huis te lokken. Wat we bij Mark zagen was echt verbluffend. We deden ons voor als zijn vrouw en stuurden hem sms'jes, zoals kan je boodschappen doen, kan je voor mij naar de droogkuis gaan. Hij antwoordde iedere keer ja. Op een bepaald moment stonden we werkelijk versteld toen hij stuurde ik zal mijn schoenen uitdoen en wegzetten als ik binnenkom. We waren compleet gechoqueerd toen we dat lazen, maar geloofden nooit dat hij het echt zou doen. Welke man zet er nu zijn schoenen weg als hij thuis komt? Mark Verreken deed het. Toen hij binnenkwam in de keuken, was het aan mij om hem te confronteren met zijn daden. Mark Verreken. Oh. Geschrikt, blijkbaar. Hé? Wat gebeurt er? Ik ben Jan van Lover van het MLF. MLF. MLF, inderdaad. Shit. Rustig. Mark, rustig. En? Ja, ik heb een foutje gemaakt. Maar het was echt voor de eerste keer. Voor de eerste keer? Ja. Dus vanmorgen, Mark staat op. Je denkt, ik ga eens inkopen doen vandaag. Toevallig voor de eerste keer, Mark. Nee, ja, sorry. Sorry, Mark, er koopt niks mee, jongen. Hè? En doe alsjeblieft die prei weg, want je maakt u belachelijk. Mijn indruk van Mark Verreken was dat deze man volledig in de war was en ver weg. Als dit nog langer zou duren, zou hij misschien strijken of ramen poetsen. Als dat al niet gebeurd is. Ik heb hier een logboek bij mij.
van al de sms'jes die wij u verstuurd hebben. Op een zeker moment vragen wij u, schat, breng je ook nog eens maandverband mee? En wat was uw reactie daarop, Mark? Ik weet dat niet meer. Uw antwoord was dag of nacht maandverband. Mark, hoe weet jij het verschil tussen dag en nacht maandverband? Hè? Mark wist dat wat hij deed verkeerd was, maar toch deed hij het. Hij stond met zijn rug tegen de muur. Ga ik er hele zware problemen mee krijgen? Of... Dat is niet aan mij voor te beslissen, hè, Mark. Ik ga even mijn gsm in de auto halen. Mm-hmm. En ik ben direct terug, ja? Dat is heel goed, Mark. Mark denkt dat hij er zo onderuit komt. Maar hij weet niet dat ons MLF-team buiten klaar staat om hem in te rekenen. Na zo'n gesprek met iemand als Mark krijg je een beter inzicht in de verdorvenheid van de geest van deze mannen. Maar dat doet je ook nadenken. Hoe ga je om met een man zoals Mark, met zijn soort, of beter gezegd lotgenoten? Want iedere dag komen er nieuwe mannen bij. Wij ondernemen actie. En u? We zijn nog altijd op zoek naar een Peter voor het MLF. Een echte man, een macho. Ja, een durver. Een bink. Een beest. Een stoere kerel. Een Philippe. Een Philippe, dat vind ik goed. Ja? En dan zegde jij... Een Jan. Dat ken ik niet. Nee. Nee. Zullen we wel leren kennen? Doe maar verder. We zijn al 5 weken op zoek naar een Peter voor het MLF in onze wedstrijd I-factor. Geen X-factor, want X is het chromosoom van de vrouw. Nee, I-factor, want I is het chromosoom van de man. Philippe, wat is het eigenlijk, het chromosoom? Ja, Jan, dat is zo'n systeem van een I-factor. Welkom bij de 5e I-factor-proef. Echte mannen zijn jagers. We laten Sivis 4 kippen los op dit veld. De bedoeling is zo snel mogelijk een kip te pakken en terug in het hokje te steken. Wie geen kip heeft, we gaan naar huis. Oké. Okay. De kipjes mogen gaan. Hup, hup. Hey! Kom op, hup. Ik ben eigenlijk niet zo'n straffe met proeven met deren, omdat ik heel rap kon passen heb met die beesten. Als je zo'n kippetje pakt, zit dat toch maar wat voorzichtig mee. Ik had maar oog voor één kip, dat was die grijze kip. Zo, dat wordt mijn kip. Dat is iets voor mij. Ik heb dat vroeger nog veel gedaan, kiekjes gevangen. Lekkere kippen vangen, dat is specialiteit. Oei, die mannen zijn al geslaagd. En dat gaf mij zo de vrees van, er is maar één kip niet meer. En er zijn nog 2 kandidaten. En dan dacht ik, ze zit tegen de muur, die kip is er nu aan. Mia! Dus ik zie Matthias komen, ik zeg, ik mag niet meer twijfelen nu. Die is zot, hè, die sprong gewoon op de beton. En toch pakte die niet af. Nee. En dan gaan we erachter lopen. Bij hem? Ja, je mocht afpakken. Hè? Ja, maar erg gezien, ik dacht dat die kip dood was. Erg gezien dat hij dan als sprong. Dat hang ik. Matthias, go home. Oké. Okay. Ja? Dankjewel. Succes, hè. Jongens, nee. Jongens. Ik vind het totaal onterecht dat ik naar huis moet. De rest is zeker veel minder man dan ik. Maar ik leg het mij neer bij de spelregels.
Ik vind het heel spijtig voor Matthias, maar... Het is gewoon een Jeannette, hè. Geen verrassing voor mij, hoor. Nee? Niet. Kom het? Je hebt mij gedaan als dieren op de dansvloer. Filip, ik zie hier een toog. Dat betekent uitvindingen. Wat heb je uitgevonden deze week? Wel, ik heb iets uitgevonden om het snurken tegen te gaan. Het heeft wel lang geduurd. Het was niet gemakkelijk. Maar we kennen het allemaal, het probleem. Het is lastig. We snurken. Ons vrouw wordt er moe van. Een dag daarna minder kans op seks. Zo simpel is het gewoon. Nu, ik ben dan gaan zoeken zo'n oplossing. Ik had dan een geluidsdichte helm zo. Maar ja, dan, ja... Ja, dat is wel gevaarlijk. Ja, dan had ze het moeilijk om te ademen. Ik had dan dingen... Ik heb oordopjes geprobeerd, maar dat helpt dan ook niet. Zeg je dat in mijn neus steekt, blijkbaar. Zo'n SM-bal heb ik eens mee geslapen. Dat telt... En dat telt eigenlijk niet, die was ik vergeten uit te doen. Ik ben eens op een ander gaan slapen, maar dan was het ook weer niet goed, kinderen. Allee. En dan ben ik het echt zo in de fysiognomie gaan zoeken. Ik heb echt een aantal boeken bovengehaald en even terug studeerwerk gedaan. En dan ben ik op dit product eigenlijk gestoten. Geef ze een applaus. MLF Snurk-O-Mat. Volledig fysionomisch verantwoord ontwikkeld en heel gemakkelijk aan te brengen in de gang. Ja, en dan kan uw vrouw daar gaan slapen. Geweldig. Filip Geubels. Pintje. Pintje. We gaan even een pintje drinken. Bedankt, makkers. En ook bedankt om te blijven kijken. We zijn goed bezig met het MLF. En stap voor stap nemen we onze plaats terug in de maatschappij. Ja, en dan bedoelen wij natuurlijk niet alleen het café of de linkerrijstrook. Het MLF gaat verder dan dat. Iedere week lanceren wij een oproep om de mannen terug op de rails te krijgen. De oproep van deze week heeft te maken met onze ogen. Ja, zeker. Er is een team aan de Vrije Universiteit van Brussel en die hebben ontdekt dat mannenogen niet anders kunnen dan kijken als er een knappe vrouw voorbij loopt. Dus daar kunnen wij niks aan doen. Dat is volledig biologisch zo verantwoord. Dat heeft iets te maken met polariteit, met magnetisme. Allee, dat zit zo tussen oestrogeen en testosteron. We kunnen dat zelf niet goed uitleggen. Nee. Maar het is wetenschappelijk bewezen dat elke man die oogafwijking heeft. Ja, je kunt die ook niet genezen. Nee, je kunt die niet genezen. Nee, echt niet. Je kunt die niet genezen. En ik zie de vrouwen thuis al, of ik denk dat ze dat... Het zal wel zijn, maar het zal zeker wel zijn. Ja. En om te bewijzen dat het echt waar is, hebben wij iemand uitgenodigd van de VUB. Professor Luc Franke. Goedenavond. Professor Franke, kunt u kort uitleggen dat die oogafwijking echt waar is? Wel, heren, ik moet jullie zeggen, het is echt waar. Bedankt. Geloof me. Bedankt. Ja, echt tof. Zo'n mannen kunnen dat toch altijd beter uitleggen. Ja, Die hebben ook gestudeerd, hè, Filip? Ja, dat is fantastisch. Dat is dus jongens, jullie kunnen ongegeneerd blijven kijken naar al het vrouwelijk schoon dat passeert. Hè. Geen enkel probleem. En daarom ook onze oproep. Ja. Loeren mag. Ja.
zeker dat de mannen met deze oproep akkoord zullen gaan. De vrouwen zullen misschien iets moeilijker te overtuigen zijn. We zijn toch eens gaan testen op straat met verborgen camera. Jij wandelt. Hoe lang duurt dat voordat jij kikt? Dat is ook al fout. Dat duurt heel lang. Dan vraag de toestemming, dan kikt zij eerst. En dan kikt jij pas. Ja. Waar zijn ze mee bezig? Jij moet geen toestemming vragen, hè? Nee, wat heb je geleerd vandaag? Loeren mag. Loeren mag. Geen toestemming vragen, direct kijken. En jij zelf nog eens een stoel gekregen ook van madame? Ja. Maar wel respect voor u, jongen, dat je kijkt. Ja, alsjeblieft. Dat wou we toch even zeggen. Dat wou we even zeggen. Loeren mag, hè. Loeren mag. Zie goed, zie goed, zie goed. Zie, 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 zie. Mag ik uw leeftijd vragen? 79. 79. Ups. Zie goed wat meneer doet. Wij moeten nu een dikke proficiat wezen. Als je dat nog doet. En je mag van u nog altijd naar andere vrouwen kijken. Ja. Schitterend. Wat vond ervan? Niet slecht. Van wat? Van de vrouw. Je hebt toch naar een vrouw gekeken? Nee. Je weet al wat er gaat komen, hè, meneer? Nee. Nee? Iemand in groot. Hier is, hè. Zie je dit? Voilà. Ze komt voorbij. En ups, dat kopje. Dat kopje draaien. Mandy komt voorbij. Oh. Zij loert. En jij niet. Nee. Maar dier of niet? Of? Boeit mij. Oh, ja, dat boeit u niet. Goed. Nee, Mandy, kom eens hier. Als dat zo loopt, dat komt voorbij. Dan zeg ik, dus jij bent een beetje de nieuwe man thuis. Ja. Ik weet het daar ook haar gevoelens een beetje mee natuurlijk. Dat is niet de bedoeling. Is het een mooie vrouw? Dat wel. Ja. Is ze mooier dan u, vriend? Wacht, is die dat? Dat is wat ik zeg, hè. Ja. Wie kan klappen krijgen? Wat denkt dat? Bekijk daar, bekijk haar. Is ze mooier of niet? Ik zal het zo zeggen. Zij heeft een ander staal. Ja. Zij heeft een ander staal. Ja. Loeren mag. Ja, maar loeren doe ik zeker, maar ik doe dat zonder dat mensen dat weten. Ah ja. En daarom hebben we voor u een zonnebril. Wij loeren, wij blijven loeren. Wij winnen daar. Voilà, zo simpel is dat. Loeren mag. En als we nu allemaal ongegeneerd blijven kijken, dan kan de vrouw dat ook niet meer als een afwijkend gedrag bezien. Nou, en er schuilt ook een boodschap in deze oproep voor de vrouwen. Hè? Want allee, als wij mogen loeren, allee, we kunnen niet anders, we moeten loeren. Tuurlijk. Dat kunnen wij, dat is biologisch zo allemaal, dat kunnen we niet aan doen. Dan moet er wel iets zijn om naar te loren. Dus ze moeten hun eigen ook wel wat verzorgen. Tuurlijk, ze moeten hun soigneren. Ze moeten er schoon uitzien. Dan zou dat gewoon zonde zijn van ons loertalent. Ja. Ja, en we gaan ook helpen. Het MLF helpt jullie ook. We hebben een production op de markt gebracht, waardoor dat je echt strak blijft. Ja. Ben jij de overtollige kilootjes ook zo beu? Heb je reeds alle diëten geprobeerd en gingen de kilo's er toch niet zo snel af als je zou willen? Heb je genoeg van al die dure toestellen die 90% van de tijd toch maar gewoon in de weg liggen? Ben je te arm of te trots voor een goede liposuctie? Probeer dan het nieuwe revolutionaire dieet van de Laboratoire MLF. Eet niet zoveel! Onderzoek heeft uitgewezen dat vraatzucht oorzaak nummer 1 is van overgewicht in Vlaanderen. Dus, dames... Isabel zag er enkele maanden geleden nog gewoon zo uit. Ze volgde het Eet Niet Zoveel dieet en het resultaat is werkelijk verbluffend. Dankzij het Eet Niet Zoveel dieet voel ik me stukken beter in mijn vel. En ik heb er helemaal niet zoveel moeten voor doen. Enkel wat moeten minderen met chips, frietjes, mayonaise, zuurtjes, chocolade, pindakaas, choco, after eats, marshmallows, zure beertjes... Taartjes, toetjes, tussendoortjes, koekjes, Mars, Twix. De brochure is verkrijgbaar op eenvoudig verzoek.
Oh mannen, we zijn aan het einde gekomen van onze aflevering. Dus het is weer tijd voor wat goed ouderwets mannenentertainment. En deze week gaan ik en Jan het opnemen in een duel. Ja, het is een echt mannelijk spel. Penalties nemen. Vanaf nu, Filip, zijn wij vijanden. Ja? Ja. Ik wil met u eigenlijk niet meer babbelen. Ik wou dat er straks ook al niet. Rivalen, ja. Misschien toch even wel belangrijk. De mannen van de ploeg die wint, die krijgen allemaal een bak bier mee naar huis. Ja. Ja. Filip. En ik heb toch gezien, Filip, dat er daar in die kant wat minder volk zit, wat minder mannelijk volk. Dus we gaan het hun wat moeilijker maken en we gaan met onze vinger de blauwe mannen zo 10 keer ronddraaien en dan gaan we pas shotten. En de beste beginnen, dat zijn wij. Goed? Mannen, come on! Zijn jullie klaar? Ja! Oké. De ballen best diep. 3, 2, 1. En draaien. Kom aan, draai. Handen op de grond. 6, 7. Ja, shot. Kom aan. Yo! Nou gaan wij eens laten zien wat wij kunnen, hè. Kom op, hè. Oké, mannen. Ze hebben 5 goaltjes gescoord. Hoeveel gaan wij er scoren? Minstens dubbel, hè. Oké, kom op, beginnen. Even zeer een stuk. Wij zijn gewonnen met 8-5. Voilà, mannen, nog heel even ernstig, hè, want we mogen niet vergeten dat we vandaag toch weer goede stappen met de re-emancipatie hebben gemaakt, eigenlijk, hè, Jan. Mm-hmm. Denk ik dan zo. Prachtige zinsbouw ook. Piet Huizentruid zou fier zijn op mij. Voilà, kerels. En wat gaan we in de toekomst meer doen? Voilà. Bedankt voor het kijken. Tot volgende week. Ciao.
Weer al een goede aflevering van het MLF. Het MLF gaat ons redden. Redden van de nieuwe man en van danslessen. Want dat is pas een gevaar voor de soort, hè. Wat denken die? Dat wij na een hele dag werken nog goesting hebben om een strakke legging aan te trekken om te gaan dansen met ons vrouwen? Ontspanning noemen ze dat dan. Rechte rug, meneer. U moet leiden, meneer. U bent zo gespannen. Het zal wel zijn dat ik gespannen ben. Maar allee, het MLF gaat dat in orde brengen. Die gaan dat oplossen. En ik ben helemaal mee. De Svekke is helemaal mee. Bedankt MLF.